Je kunt die vraag ook op verschillende manieren interpreteren, uiteraard. Hè. Misschien, misschien houdt de vraag in: kun je leven zonder zin te geven aan het leven? Of zonder dat er een zin van het leven bestaat? Ja. Uh, als ik het zo mag interpreteren, uh, denk ik ja. Je kunt leven zonder dat er een soort zin met een grote hoofdletter z. Uh, aan het leven kan gegeven worden. Ik denk dat het leven eigenlijk absurd is. Hè? Dus de kosmos geeft geen reden van bestaan. Het leven zelf is, het, uh, is een toevallig iets: een proces van chemie en biochemie en dan biologie. Het bestaan van de mens zelf is uh, arbitrair in de betekenis van we zijn hier nu, we hadden er ook niet kunnen zijn. Dus we zijn niet bedoeld, we zijn niet gepland, we worden niet verwacht of werden niet verwacht. In die zin passen wij niet in in een groter geheel. We zijn niet een radertje in een, in een schema ergens dat op dit moment nog altijd ondergrondelijk zou zijn. Nee, we zijn een kruimel op de rok van het universum, volgens Lucebert. We zijn een, een toevallig nevenverschijnsel van chemische of biochemische processen. Dus in die zin heeft dat geen zin of geen betekenis en dus geen doel. Maar mensen individueel... Of in groep, of als cultuur, of misschien zelfs de hele mensheid. Wij kunnen wel zin geven aan. aan de voor de rest absurditeit. diepe absurditeit van ons bestaan. En dus op dat niveau, denk ik, krijgt de vraag betekenis. Kun je nu je leven leiden zonder dat je op dat eerdere microniveau. zin geeft aan je leven? Dat weet ik niet zo goed. Maar ik denk dat het een beetje spontaan komt natuurlijk. dat mensen dat. Proberen. Je, 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 je doet dingen omdat ze je een gevoel geven in meer of mindere mate van zinvolheid. Dat kan naar kinderen toe zijn voor veel mensen. Dat kan naar andere mensen toe zijn. Dat kan naar je werk toe zijn, je projecten toe zijn. En daar ben ik natuurlijk erg voor. Ik denk dat het intrinsiek beter is dat mensen erin slagen om op een positieve manier hun leven zinvol in te vullen dan dat ze dat niet kunnen. Ik denk dat, dat, dat we daar ja, depressief en, en ja, dat, dat je leven minder goed is als je, als je niet kunt zeggen: Kijk, ik heb zin in mijn leven, want ik doe dit en ik doe dat en ik kijk uit naar dit en dat en dit is mijn drive enzovoort. Dus daar moeten we wel naar streven. Maar dat is binnen de contouren van iets wat voor de rest zinloos is. Voor veel mensen is dat, dat moeilijk met elkaar te rijmen. Maar ik denk dat dat onze fundamentele opdracht is.